Ja, ik ben Lilian, ik ben 22 jaar. Ik werk hier nu sinds 3 jaar met het administratiekantoor. Mijn werkzaamheden bestaan vooral uit de salarisadministratie. En voor de rest hou ik me ook bezig met de financiële administratie. Ons bedrijf verzorgt de boekhouding. We hebben heel veel verschillende klanten, dus je komt van alles tegen. Ik werk niet bij één bedrijf voor de salarissen, maar gewoon voor heel veel. Dus je ziet telkens andere dingen, van kledingwinkel tot horecagelegenheid tot sportcentrum. Tot dingen die je niet eens begrijpt. Het is gewoon heel leuk. Goedemiddag, met Lilian. Dag, mevrouw van der Zee. Alles goed? Ja, nee, dat is goed. Heeft u een arbeidsovereenkomst? Een kopie van de identiteitskaart? En bankrekeningnummer? Oké. Oh, dat is prima als u het even langs brengt. Ik heb administrateur niveau 4 gedaan. En daarna ben ik praktijkdiploma loonadministratie gaan doen. Avondopleiding en nu doe ik SPD, HBO. Allereerst pak ik een kopje thee, dan zet ik mijn computer aan, ga ik mijn mail checken en eventueel de mailtjes beantwoorden. En dan begin ik met wat ik van tevoren voor de maand heb ingepland. En dan ga ik gewoon mijn lijstje afwerken. Nou, toen ik zeg maar klein was, ik wilde altijd op mijn kantoor zitten. Mijn droom was om met veel papier op een bureau te zitten met de telefoon. En geld interesseert me sowieso gewoon heel erg. Ik hield me altijd al bezig met mijn moeders boodschappenkaartje. Hoe ik zo goedkoop mogelijk naar de kassa kon. Het is gewoon echt fantastisch hier. Iedereen kan het gewoon leuk met elkaar vinden. Zoenen. Zo. Voor de rest ga ik bijvoorbeeld meedoen met een collegaatje met lingo. Dat hadden we voor de grap bedacht in de pauze. Minder leuk. Dat is soms dat klanten niet doen wat je van ze verwacht. Waardoor je op dingen moet wachten. Je moet precies zijn. En je moet bereid zijn om na te denken voor de klant. En ja, je moet je goed kunnen concentreren als je ermee bezig bent. Ik wil heel graag accountant worden. En het gaat me uiteindelijk ook wel lukken. Het is een lange weg.